Welkom in deze vlog over Kerstmis aan het front. In het begin van de oorlog in 1914 dachten heel veel soldaten dat ze tegen Kerstmis terug thuis zouden zijn. Helaas, in die kerstdagen zaten ze allemaal in de loopgraven en ze beseften dat het wel nog eens heel lang zou kunnen duren. Maar er gebeurden wel wonderlijke dingen. Heilige avond. We zangen Stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige. En dat vieren deden ze onder andere ook op deze plek. Hier lag namelijk met kerst 1914 niemandsland. De soldaten gingen samen op de foto, wisselden drank, sigaren, adressen uit. Hier en daar werd zelfs gevoetbald. Maar eigenlijk waren de soldaten vooral verbaasd te ontdekken dat die vijanden ook maar mensen waren, die eigenlijk met kerst liefst van al thuis wouden zijn. In 1914 werd Kerstmis op allerlei manieren gevierd. Arthur Bessingham was als Brits vrijwilliger in dienst gegaan. Ze hadden op hem gerekend. Ja, hij kon fantastisch goed zingen en met zijn tenorstem moest hij de gezangen inzetten. Een Duits scherpschutter besloot er ergens anders over. Hij werd neergeschoten. Op kerstmisochtend om 9:30 werd Arthur hier begraven. De oorlog ging gewoon verder. Er volgden nog kerstdagen en nog veel meer doden. In 1915 laat Roland Leyten aan zijn vriendin Vera weten dat een van zijn mannen is omgekomen. Een van mijn mannen is zojuist gesneuveld. De eerste. Ik heb het niet daadwerkelijk zien gebeuren, goddank. Ik weet niet goed hoe ik me op dat moment voelde. Het was geen woede. Zelfs nu koester ik geen wrok jegens de man die hem heeft gedood. Ik voel alleen medelijden en een plotse machteloosheid. Het is wreed van me om je dit te vertellen. Probeer er verder niet aan te denken. Dat doe ik ook. Vera probeerde er verder niet aan te denken en werd vooral gelukkig toen ze het volgende bericht kreeg. Heb verlof van 24 tot 31 december. Kom op kerstdag in Engeland aan. Ze wachtte in een hotelkamer in Brighton en ze wou Roland natuurlijk zo snel mogelijk zien. Om 10:00 was er nog steeds geen nieuws, het werd een lange kerstdag voor haar. Maar ze troostte zich met de gedachte dat de zee ruw was en de boot wellicht vertraging had opgelopen. Uiteindelijk valt Vera in slaap. 'S Ochtends komt iemand zeggen dat er telefoon is. Ze stormt naar beneden, hopend dat het Roland is. Maar helaas kreeg ze de boodschap dat Roland op 23 december om het leven gekomen was. We vertelden jullie al dat tijdens deze oorlog het wij-zij-verhaal soms veranderde in een ons-verhaal. En dat geldt ook voor deze plek hier. Hier vochten tussen 7 en 14 juni 1917 een Ierse katholieke divisie en een Ierse protestantse divisie zij aan zij. En dat terwijl ze al eeuwen gezworen vijanden waren. In Ierland is het nog altijd spannend tussen deze twee groepen. En daarom hebben Ierse jongeren, sommige katholiek, sommige protestants, samen deze vredestoren gebouwd. Deze toren is tegelijk ook een aandenken voor de Ierse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze plek bewijst dat het wij-zij-denken opzij geschoven kan worden, als we allemaal wat moeite doen.